Ik heb nog drie kleine dingen toe te voegen aan dit overweldigende programma. Wat maakt het me trots om dit te zien en dit samen met jullie allemaal te beleven. Wat een waanzinnige dag. En wat briljant ook om te zien hoe elk jaar meer stemmen erbij komen. Meer mensen in verschillende vertegenwoordigende lichamen namens onze partij zitting nemen. En elke dag onze standpunten naar voren brengen. En we waaieren steeds verder uit. Dat is gewoon enorm vervullend. Ik voel dat echt overal in mijn vezels en ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie allemaal een partij zien waar je trots op kan zijn. En waar je je in herkent. En het eerste wat ik wilde zeggen was dat ik waarschijnlijk, net als jullie allemaal, dat we ons aan het verkneukelen zijn op al die journalisten die nu thuis, terwijl mijn speech nu begint, met gewoon groot woordenboek zitten en al die kijken waar ze weer een woord kunnen vinden, wat ik gebruik. En dat ze dan op hun tweede scherm Wikipedia open hebben staan om ogenblikkelijk een bijbetekenis toe te voegen aan dat woord. Om de volgende dag in een column te kunnen schrijven dat het toch algemeen bekend is dat dat woord, wat zij tot voor kort niet kenden, wat ze moesten opzoeken in het woordenboek, waar ze een bijbetekenis bij getikt hebben op Wikipedia, dat het toch algemeen bekend is dat dat woord X, Y of Z betekent. Nou, ik heb helemaal geen ingewikkelde woorden hoor vandaag. Nou ja, ik wilde het hebben over twee dingen. Het ene is het bestuurlijke vernieuwingspunt van onze partij. Wat we vandaag hier zien langskomen, dat zijn de standpunten waar wij 100% voor gaan. Het Nederland dat wij voor ons zien, waar we tegen zijn, waar we voor zijn. Visie op de landbouw is langsgekomen, visie op de rechtsstaat, veiligheid, de euro, de immigratie. Dat zijn allemaal thema's waar wij voor zijn. En waar wij standpunten over hebben en waar we mensen aan het woord hebben gehoord vandaag die daar zich dagelijks mee bezighouden. Maar wij zijn ook een partij die ontstaan is vanuit een principiële kritiek op hoe onze democratie nu niet functioneert. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat niet uit het oog verliezen. Dat we dat ook vandaag nog even in herinnering brengen. Want er zijn zoveel punten die nu misgaan in Den Haag die niet alleen te maken hebben met het feit dat onze bestuurders ideologisch de weg kwijt zijn, maar ook met het feit dat ze zich als het ware onkwetsbaar voelen. Zolang zij het kabinet maar niet laten vallen, hebben ze eigenlijk niets met u allemaal te maken. Hebben ze eigenlijk niets met de boeren te maken. Hebben ze eigenlijk niets met de onderwijzers te maken die gaan staken. Of de mensen in de zorg. Eigenlijk hebben ze helemaal niets met u te maken, hoeven ze helemaal niet naar u te luisteren. En dat merken Theo Hiddema en ik ook elke dag in de Tweede Kamer. Want Mark Rutte, of welke bewindspersoon dan ook, is altijd alleen maar op het telefoontje aan het kijken. Ze hoeven helemaal niet naar ons te luisteren, want ze hebben gewoon die meerderheid. Het hele parlementaire gebeuren, en dat geldt ook in de gemeenteraad, of in provincies, of in de Eerste Kamer, of het Europees Parlement. Het is een theaterstuk dat met het grootst mogelijke tijdverkwisting wordt gespeeld. De werkelijke tijd doet er niet toe. De debatten duren zo 15 uur of zo. Maar het doet helemaal niet toe. Want het besluit staat al vast. En ik denk dat er een kausaal verband is tussen wat er allemaal misgaat bestuurlijk in Nederland en het feit dat die bestuurders ook niet naar ons hoeven te luisteren. Ze doen maar wat. Ze nemen maar gewoon een besluit. Want ze denken, ja, het zal toch allemaal wel. Het allereerste wat dit kabinet heeft gedaan, dat is u uw stem afpakken. Het referendum afschaffen. Het allereerste wat ze hebben gedaan. Zodra ze aan de macht kwamen. Het eerste wat ze deden was het referendum afschaffen. Omdat ze wisten dat al die andere maatregelen, of we het nu hebben over de stikstofmaatregelen, maar ook het CETA-verdrag, dat omstreden verdrag, dat is natuurlijk bizar. En wij zijn onze hele maakindustrie, alles zijn wij de markt uit aan drukken. Met stijgende prijzen voor energie, stijgende woonlasten, de woningnood wordt niet aangepakt, Nederland wordt steeds voller, 100.000 mensen uit Afrika komen per jaar hier naar binnen, dus alsmaar wordt die samenleving, wordt, wordt,
wordt zwakker eigenlijk. Maar we gooien de grenzen open voor producten uit allemaal andere landen die totaal niet onder die omstandigheden hoeven te worden gemaakt. Waar energie veel goedkoper is, dus alle producten zijn goedkoper. Waar ze hormonen mogen gebruiken om allerlei vormen van vlees goedkoper te kunnen produceren, enzovoort, enzovoort. Waar ze geen arbeidsrechtelijke voorzieningen hebben zoals wij. Dat is natuurlijk bizar beleid. En dat drukken ze gewoon maar door. Op een gegeven moment zei Erik Wiebes, die zei, ja, je moet niet bij mij zijn om te onderhandelen over de ideeën. Ik voer het gewoon uit. Hè? Wacht even. Dat is waar wij zijn beland in Nederland, met onze democratie. En soms vergeten wij allemaal, ik ook, als we in de Tweede Kamer aan het vechten zijn voor onze idealen, dat uiteindelijk wij nog voor een misschien nog wel fundamenteler principe staan, dat is gewoon voor een functionerende democratie. Waar die bestuurders gewoon moeten luisteren naar wat er leeft onder de bevolking en zich met argumenten moeten verdedigen. En niet aan het eind van de dag moeten zeggen, we hebben gewoon een meerderheid. En dat is wat nu gebeurt. Ze hebben gewoon de meerderheid en het kan ze allemaal niet schelen. En ze denken, over 4 jaar is de bevolking het wel weer vergeten. En dan stemmen ze wel weer VVD of CDA. Ik kan ze wat nieuws vertellen. Dat gaat niet gebeuren. Nederland, vergeet dit niet wat er nu gebeurt. Wij vergeten dit niet. Je ziet het in de peilingen. Wij zien het in onze leden. Er zit echt verandering in de lucht. Er zit echt verandering in de lucht. Je ziet het overal, ook het fantastische omroepinitiatief Ongehoord Nederland, dat wij natuurlijk volledig steunen. Maar ook nieuwe denktanks, Clintel, noem het allemaal op. Er zit metis, er zit verandering in de lucht. En als wij die democratie weer zouden gaan gebruiken zoals die bedoeld is, als ons parlement weer zou gaan werken zoals het bedoeld is, dan zouden wij op zoveel punten nu al de beslissende stem zijn, beste vrienden. Als je alleen maar kijkt naar immigratie, een van de allerbelangrijkste thema's. Er is gewoon, als je puur naar verkiezingsprogramma's kijkt, inmiddels weten we dat CDA en VVD natuurlijk helemaal niet bezig zijn met die verkiezingsprogramma's, maar als je kijkt op de verkiezingsprogramma's waar je kan uitgaan dat mensen op gestemd hebben, dan is er gewoon een meerderheid van 77 zetels in de Tweede Kamer om migratie in te perken. Die meerderheid is er. Als zij niet gebonden zouden zijn aan zo'n regeerakkoord, was dat al nummer 1 wat Forum voor Democratie met een beslissende stem zou kunnen doordrukken. Maar er is ook een meerderheid voor het ophogen van de rekenrente. Daar gaan wij gewoon over links. We gaan gewoon onze gepensioneerden niet korten. We gaan die rekenrente omhoog. We gaan het eigen risico in de zorg omlaag. Ook daar is een meerderheid voor. Er is een meerderheid voor het uitvergroten en het opnieuw invoeren en vergroten van de mogelijkheden voor referenda. Als je gewoon puur kijkt naar waar de Nederlandse bevolking zich voor heeft uitgesproken bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, dan zijn er zoveel punten in onze agenda, in ons verkiezingsprogramma, waar wel degelijk meerderheden voor te vormen zijn. En als we nou eens af wisten te komen van die dichtgetimmerde coalitieakkoorden, en we gaan naar de soort situatie zoals wij dat voor ons zien, met vakministers, een kenniskabinet, en een Tweede Kamer die per onderwerp kijkt, waar is een meerderheid voor? En als ze er niet uitkomen, dan gaan we gewoon het aan de bevolking voorleggen. Gewoon een referendum. Democratie zoals het bedoeld is. Laten we daar weer eens op inzetten. Laten we dat gewoon weer eens gaan doen. En dat maakt eigenlijk ook, ik denk dat dat nu ook echt, dat dit wel moet gaan gebeuren. Ik denk dat ze hier wel naar zullen moeten luisteren. Want wat er gaat gebeuren bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, dat is de angstdroom van het kartel. Wij worden zo groot dat zij niet anders meer kunnen dan met ons om de tafel. En wij zullen onze ideologische punten keihard gaan bevechten aan die coalitieonderhandelingstafel. Maar wij zullen ook de democratie zelf weer in ere gaan herstellen. Het referendum moet terug. En dat betekent dat we met wisselende meerderheden werken, waar nu is de een en dan weer de ander de meerderheid heeft. Dat is de enige manier om iedereen in Nederland te laten meepraten, omdat wij ervan overtuigd zijn dat als wij allemaal meedenken en meepraten en meestemmen, we tot de beste uitkomsten komen. En het feit dat dit kabinet, het meest ondemocratische kabinet ooit, dat het referendum heeft afgeschaft, tot zulk slecht beleid komt, is wat mij betreft het ultieme bewijs voor deze stelling.